BNP Paribas Fortis stelt voor. Hier zit de mannen die de cinema eruit vinden. Bij wie is het begonnen? De man met het hoofd? Of de man met de hersenen? Goh, dat is gewoon een samenspel geweest waar we elkaar in ontmoeten. En dat is heel spontaan gegroeid, zoals de film. Die heel spontaan en heel simpel in zijn complexiteit is. Het is eigenlijk nooit afgescheiden geweest. Het is altijd samen geweest. Voortdurend. En eigenlijk de kern van de film is de samenwerking tussen Dirk en mij. Het is ook een beetje het aftasten geweest van het feit dat Benny kent mijn werk nog wel goed en we wisten dat we samen iets zouden doen. En is het constant aftasten geweest van hoe kunnen we met die elementen omgaan om een fictiefilm te maken, wat op zich niet evident was, want om iets heel simpel te maken is heel moeilijk. Het is wel heel dankbaar om samen te werken. Het is niet zo, moet ik gaan zeggen, traditioneel binnen de cinema, denk ik, om dat soort samenwerkingen te hebben voor een film. Maar in dit geval was dat alleen maar een meerwaarde. En omdat je daar juist zei, de kop en dan de hersen. Ik citeerde er als het lijf en de kop. Hè. En ik denk dat Dirk is één brok intuïtie en gevoel. En ik ben dan misschien wel meer gestructureerd, maar zonder dat gevoel te verliezen. Mm-hmm. Ik zeg de kop omdat hij natuurlijk een granieten hoofd heeft. Hè. Van als hij in beeld komt, kun je er niet naast kijken. Ik vond een mooie beschrijving toen ik dat las, maar die versie had ik nooit gehoord. En het is ook een beetje, zoals Benny zegt, het lijf. Oh, als ik in de spiegel kijk, I like it, of dat nu mottig of niet, of mooi is. Een marmeren of de granieten hoofd, ik vond het vooral mooi omdat dat statisch is. En ik hou wel van het statische in de film. Dat voelde ik erbij, die beschrijving van u. Het is een mooie kop, maar als je er 5 jaar op gekeken hebt, heb je het wel wat gehad. Vijf jaar? 5 jaar hebben we gewerkt aan de film. Allee, van in het prille begin, het conceptualiseren van de film, waarbij er eigenlijk geen enkel plan was, behalve van we gaan iets doen, we gaan een fysieke film maken. Dat is 5 jaar geleden. Ja. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.